Ja. Niet alles is wat het lijkt. Ik weet niet of je wel eens zo'n situatie meemaakt waarbij je van tevoren iets inbeeldt, een beeld hebt van een bepaalde situatie of van een persoon, en achteraf blijkt het helemaal niet te kloppen. Nou, dat heb ik ook meegemaakt, vaker zelfs. Maar een van die keren die me is bijgebleven, was op de middelbare school. Ik zat in de vijfde klas van het VWO en bij Nederlands kregen wij een groot Nederlands schrijver te gast. En we zaten daar in die zaal met 30 leerlingen en 200 piep-piepen. Ja, piep-piepen, dat zijn van die, ja, ik weet niet of je, ze kent, maar dat zijn van die dames boven middelbare leeftijd, die Gonnie, Tini, Trini, zoiets heten. En die staan in de rij bij ons anders voor multiplicale glazen, dat ze nog 8 van in hun, ja, commodekastje hebben liggen thuis. En ze zitten dan zomers, zitten ze in de voortuin met een boek van Leon de Winter, een aardbeienbarboa te eten. Dat soort dames. En die zaten dus heel veel. En toevallig mijn Nederlands docent, mevrouw Assayas, zij was ook een van dat soort dames. Hè. En ja, ze vond het zo geweldig dat die man zou komen. Want ja, die man, ja, die is gewoon geweldig. Tenminste, dat zei iedereen. En ja, toen was het grote moment eindelijk daar. Ik heb ook een boek van hem gelezen. En iedereen hing aan zijn lippen. En eigenlijk is het best wel raar, want die zag je helemaal niet. Ik heb het namelijk over Kader Abdollah. En Kader Abdollah, die ken je misschien wel, dat is de Iraanse schrijver met die grote snor. En nou ja, hij kwam al het podium op. En hij schrijft dit jaar trouwens het boekenweekgeschenk. Dat is over, in maart is dat. Het thema is curriculum vitae. Maar waarom hij dan zo is uitgenodigd om het boekenweekgeschenk te schrijven, ik bedoel, hij... ja, in zijn geval zou het eigenlijk zelfverheerlijking moeten zijn, naar mijn mening. Maar oké, ik heb Spijkerschrift van hem gelezen en ik had me heel goed op voorbereid. Ik had heel veel vragen en ja, ik idoliseerde die man. Ik had een poster van hem, dat is echt waar, ik had hem daar toch steeds gedaan. Maar ik heb een poster van hem boven mijn bed hangen. En mevrouw Assayas kwam op het podium op, want het grote moment was daar. Lieve kinderen, mag ik even jullie aandacht? Hallo, mag ik even jullie aandacht? Luister even naar mij. Lieve mensen, ik kreeg er helemaal warm van, lieve mensen. Vandaag hebben we een groot Nederlands schrijver te gaan. Alsjeblieft een groot applaus. Hier is Kader Abdollah. Ja, dit is de cavia van Mark Bierger. Sede! Kijk, weten jullie wie ik ben? Ik ben Kader Abdollah. Kijk, ik had 2 dromen. Mijn eerste droom, ik wil de president worden. Die is niet gelukt, maar maakt niet uit. Mijn tweede droom, ik wilde een groot Persisch schrijver worden. Maar ik moet vluchten uit Iran voor de Ayatollah. En ik kwam in Nederland. Waarom ik wilde naartoe? Ik liet mij vonkelen. Naar Amerika natuurlijk, maar ze hielden mij vast op schip. Daarom ik ben hier in Nederland gebleven. En ik heb in 3 jaar tijd die taal geleerd. Met Jip en Janneke. Ik heb gelezen en in mijn hoofd gestoken. Kijk maar. En mijn tweede droom. Ik wilde een groot Persisch-Nederlandse schrijver worden. Had ik in mijn zak. Alleen mijn uitgever zei. Dat kan niet. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt. Jouw droom is te groot en Nederland is te klein. Maar, kijk maar, waarom kijk ik dan? Kijk maar. Mijn droom is, ik wil de grootste schrijver worden van Nederland. En ik weet, ik kan. Ik ben in 2009 bij die paus geweest. En hij vroeg mij, Kader, waarom ben je zo succesvol? Toen ik heb hem verteld, omdat ik heb een grote zak. En in mijn zak, ik heb mijn grote zak. En vannacht, jullie dromen allemaal over mijn grote zak. Nou, laat mij vragen. Ik moet wat meer lijn hebben. Laat mij vragen. Wie van jullie heeft mijn boek gelezen? Welke boek heb je gelezen? Nou ja, Mijn reageert net als dat het jij nou deed. Het is vandaag, wat is er mis met die vindt? Nou, ja, niemand durft natuurlijk antwoord te geven, want mensen aarzelen, ja. Maar er was één meisje, je hebt altijd van die mensen ertussen.
En die denkt het altijd beter te weten. Anne Fleur was zo'n meisje, zat bij mij in de klas. En ze dacht het altijd beter te weten. Dus ja, natuurlijk wilde ze laten zien dat ze het boek had gelezen. Hè? Dat ze, ja, dus nou, kader, ik heb je boek gelezen hoor, ik heb je boek gelezen, kader. Oh, yeah, wat is er dan? Anne Fleur, kader, Anne Fleur. Oké, Alfred, vertel me, welke boek heb jij gelezen? Ik heet Anne Fleur, kader. Mami, vertel me, welke boek heb jij gelezen? Ik heb Spijkerschrift gelezen. Oké, en hoe heb jij gevonden? Tja, gewoon in de bibliotheek. Nee, hoe heb jij gevonden? Ja, sexy Nederlands, plan B, achterin. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Nou ja, hij bedoelde natuurlijk, hoe heb je de inhoud gevonden? Dus er waren meer leerlingen, ja, die gingen zich met het gesprek moeien. Want ja, mijn vloer was wel zo slim, maar ja, niet alles is zo blijkt. Dus een van die leerlingen begon zich mee te moeien, dat was Zabi. Zabi is een vriend van mij. En hij begon meteen van, wat bedoelt hij niet, jongen? Luister naar mijn vloer, wie bent je dom? Hoe heb je de inhoud gevonden, jongen? Hij vraagt, hij wil weten hoe je van de boek dacht, weet je? Dat is precies wat ik bedoel. Ja, yeah. Jongema, wat is jouw naam? Ik ben Zabi, weet je. Oké, Zabi, weet je. Vertel me, hoe heb jij Spijkerschrift gevonden? Gast, ik heet Zabi, man. En ik begrip er geen kont van. Ik begrip er helemaal geen zak van. Oké, Zabi, man. Vertel me over jouw zak. Wat is jouw zak? Sorry, hoor. Ja, weet je, jij zegt zo in jouw verhaaltje zo van ja, ik heb altijd toen ik in Iran woonde voor mijn gezin gezorgd, weet je. Zo, maar dat kan helemaal niet, omdat je vader was doofstom, oké. Okay. Maar hoe kan een baby, je zegt vanaf je geboorte, maar hoe kan een baby nou weer voor zijn gezin zorgen? Ik bedoel, je werd geboren en je liep meteen met je pootjes naar de bakker om een broodje te halen. Dat kan helemaal niet, weet je. Dat is echt larikoek, weet je. Wat doe je met mijn snor? Want ik ben Kadir Abdullah. Ik kan niet alles. Nee, ik kan niet alles. Ik kan meer dan alles. Kijk dan. Harry Mulis is dood. Die grote drie is niet meer. Maar die grote één is hier. Ja, maar zoals gezegd, niet alles is wat het lijkt. En niet alles is wat het lijkt. Over een paar weken ligt dus zijn... Boekenweekgeschenk in de boekwinkel. Ik zou het allemaal gaan kopen als ik jullie was. Want het werd echt die man's leven. Het was echt heel grappig. Het gaat dus over curriculum vitae. Maar pas op, niet alles is wat het lijkt. Dankjewel.